Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video. We zijn hier in Oud-Gasten en we gaan weer magneet vissen. We hopen dat we leuke vondsten gaan vinden. Let's go! Er liggen hier zo'n paar dingen, alleen ik denk niet meer dat ik ze kan pakken of zo. Ik denk dat we wel iets hebben, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Oh nee. Ik ga het ingooien. Kan ik zo best staan? Ja. Maar. Uitkijk, want de hand is ook van dat. Zo. Mag ik even opnieuw? Wow, wow. Holy shit! Dat is echt groot! Ik weet niet, een fietsenskateboard! Nou. Ja. Zo. Ik gooi in aan dit kant. Het is ineens zo'n fietsenspatbord. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat dit die kleiner was. Dit zit er nog op, maar we leggen hem eventjes neer. Ja. En even opnieuw, want net was het niet zo goed gelukt. Ik ga nu weer even opnieuw. 3, 2, 1. Mooi spatbordje. Oh, zwaar. Wacht, ik moet er ergens geen idee van hebben. Wacht. Kijk, een touw, kijk. Alweer aan de kanten. Als er een fietsenspatbord ligt, maar misschien dan ligt er wel de rest van de fiets. Ja, je weet het niet. Ja, ik weet het niet. Ja, dat weet ik ook niet. Een beetje langs de kant, want stel laten we aan de mensen iets invallen. Ja, dat kan ook. En dit is trouwens deel 2 van onze video. Jij mag wel. Ik pak een kleine piece, nog even te doen. Er zit nou niks aan. Ja, een paar kleine dingetjes, dat is niet heel bijzonder. Er zit niet heel veel aan, maar wel klein. Een paar kleine dingetjes. Zo,
wordt hier in één keer diep. Ik zou niet te dicht bij de rand gaan, want dan zit je dadelijk weer vast. Ja, ik heb hem ook wel een beetje zo los. Zit iets. Ik weet niet wat het is. Het blijft er ook super in de lichtjes aan. Maar hebben we ook nog. Een paar kleine roeststukjes van iets. En dit. Maar gewoon een klein stukje bos of zo. Wacht op weg gaan gooien. En dan niet helemaal dichtbij dat houten. Dan gooi maar. Toen ging ik hier zo ook met mijn vader, maar toen hadden wij. Ik ben dan niet dicht maar bij de rand, maar toen hadden wij. Ik. Ja! Ook zo'n klein stukje. Oh nee, een spijker denk ik. Ja, een spijker, kijk. Het gaat er vanaf. Ik wil het je laten zien, kijk. Want als je hier voelt, voel je al dat er heen gaat. Voel maar eens, Damien. En er zit nog eens kleins aan. Ja, een klein beetje roest. Nou, dus daar kan je nog niet in dat dicht bij het houten, maar dan gooi ik er zelf bij. Dat schiet ook niet op. Daar binnenin, dat zie jij dat. Rood, maar dat kunnen ook gewoon stenen zijn. Ik heb iets gevonden zonder de magneet. Dit. Wat is, weet ik niet meer. Nee, Lisa, maar die had ik er net. Oh. Als we weer iets gevonden komen, we weer bij jullie terug. Dus doei iedereen. Een sleutel. Een sleutel. Heel goed sleutel. Wat joh. Laat die zien. Als we weer iets. Dit is een sleutel. Als we weer iets hebben, laten we het weer aan jullie zien. Doei kijkers. Tot de volgende. Tot de volgende keer. We hebben een dan oude schroef. Een spijker. Ik weet het een nog niet meer wat het precies is. En we gaan weer eventjes door. Nou hoop ik er nog niet uit dat we nou achter een steen vastzitten. Maar er ligt in ieder geval iets super vaars. Alweer. Dit toch? Het is een beetje een werper en dan stopt het weer. Dan kom ik weer aan iets vast. En dan voel ik weer niks en dan kom ik weer aan iets vast. En ja, ik weet niet wat het is. En wat hebben ook alweer oude schroef. Kijk eens, Jillissa. Woe!
En papa die zei dat het een kluisleutel of zo leek. Dus als het een kluisleutel, dus als het een kluisleutel is, dan kan dan, en we hebben nu ook een schroef. Dus als het een kluisleutel is, dan kan hier ook nog onderdelen van een kluis liggen. Ik ben niet helemaal dicht bij de kant, dan nee, kan dan als er iets van is. Nee, dat mag ik. Nee, ik voel iets. Dat nou. Wat is dat? Hè? Het lijkt wel op een snor. Het lijkt op een snor. En we hebben nog dit. En dat. Maar. Grappig. Lijkt echt op een snor, want kijk. Sorry. Dit is de vorm van een snor, zo. Dus. Leg het even in. En er is aan een vis en die heeft een kleine meerval. Een baby meerval. Ik weet niet wat het is, maar. Hij zei dat het op een boutje lijkt, maar ik weet niet wat het is. Misschien is er wel geen boutje. We weten het niet. Ik gooi even hier zo in. Heb je dat touw goed vast? Ja? Hij zit echt vast. Jongens, deze manier dan zit echt te vast. Mag ik het voelen? Ja, daarom. Ik heb volgens mij achter een steen vast of zo. Kom. Oké. Ik weet niet of het gaat lukken, maar we gaan het proberen. Ja. Zo. Dat was echt zwaar. Nou, er komen mijn woonbellen in de lucht, dus er moet daar iets groots mee hebben gelegen. Misschien wel een fiets of een auto of een gezonken boot. Een auto? Die kan verkeerd zijn gereden. Je vond het in de broek af. Ik denk het ook. Nee, net. Jammer. Ik ga nou daarin gooien. Even wachten op die kleine mensen. Mag ik nu weer ingooien, toch? Ja? Ja, ja, ja. Nou, heb jij nog een voetbalgeintje aan de kant? Ik mag ingooien. Ja, aan de kant. En heb je iets? Dat weet ik niet, ik ben nog steeds bezig. Hmm. Zo.
Soms duurt het lang, soms duurt het kort, ja. Je weet het niet. Ik ben er nog niet over de bodem gegaan, omdat die... Een klein visje komt hier. Zo hard het wel. Ik zie niks, maar misschien zit er wel iets aan in. Je weet het maar nooit. Zo, maar het lag daar in, maar dat was ook aan de kant. Dus... Ik hoop dat we nou iets aan hebben als we aan de kant en dan langs lopen. Stel, we gaan en mensen en de vissen en ze nog zo. Ja, maar je moet wel uitkijken dat je niet weer tegen de kant aan komt. Ja, maar stel er gaan mensen iets doen of ja, ik weet niet of ze gaan hier... Of er is hier een boef en die heeft zijn geldkist laten vallen, want ze hadden dat... net een sleutel dus. Wat dat kan, dat ook niet dan per se. Het kan ook gewoon een fietssleutel zijn. Want we hadden ook een spotbord en we hebben een sleutel. Ik zit alweer super vast. Maar dan nou echt dicht aan de... Mensen, ik heb iets. Het is een schroefje. Wat is dat dan? Mossel erin of zoiets. Mossel zit erin, ja. Maar... En dan laat me weten in de reactie maar wat het is. En wat is dit? Nou, dat hoeven ze niet per se te weten. Roost. Graag. Roost. We komen zo meteen weer bij jullie in terug. We gaan eventjes naar die kant daar achter en dan komen we zo meteen weer terug. Ja. Mag ik hem een beetje? Een beetje daar zo. Daarbij doen jullie bel. Ja. Sorry. Mag ik het zelf proberen? Mag ik eens even? Ik wil alleen proberen. Gaat niet lukken hoor. Hij zit zo strak. Mis. Dan kom ik daar maar helemaal niet meer in, maar dat was wel iets, ja. Ik mag nog één keer. Ik gooi hem gewoon ver voor jou. Ja? Mag je echt ver? Dan gooi je hem tenminste een beetje daar. Ik ga weer ingooien. Goed dan. Is dat goed? Ik denk wel, ja. Dit is het einde van de video. En als jullie de volgende video ook kijken, want dan gaan we daarna een mini ter oefenen en dan trein met de metaaldetector. En vergeet niet te liken en te abonneren. We hopen dat jullie deze video leuk vonden. En dan klik op het en de belletje. Doei! Doei!